Deze week in de Grote ADO-show. Een ontmoeting met Marco van Basten. Maurice Stijn geeft gulp voor Donate the Gift. En we gaan weer lekker caravan knallen. Dit is de Grote ADO-show. Vorige week, Gianni Cijfelo. Gewoon in één keer. Mooi voor hem. Ja, dat legt die lat wel in één keer een stuk hoger. Ja, zeker. Dat gaat mij ook lukken. In één keer? In één keer. Zou je als prijs willen hebben? Maakt niet uit. Gaat gewoon om de eer. Ja, daarom. Hey, heb je een beetje een tactiek heb je bedacht hoe je dit gaat aanpakken? Gewoon in één keer schieten en dan weer naar huis. Ik doe even de deur dicht, ja? Deur dicht. Paas goed. Yes! Nou ja, dit is de 11 meter. Dat is een afstand, hè? Zeker. Zal ik je een moment even geven? Ik doe in één keer, dan moet je wel even je momentje pakken. Doe dat maar. Kijk nou! Dit is gewoon sabotage, is dit! Nou ja, ik zeg, nu kan je. Oh. Laat je niet afleiden hoor, door hem. Wordt hier door de winnaar nog wat toegeschreeuwd. Het is niet de eerste plek, hè? We hebben nog de tweede plaats. Ach, die caravan. Op een gegeven moment ga je aan zo'n ding hechten, toch? Kijk genoeg. Die was behoorlijk goed. Ja, inderdaad. Zou ik je het goede nieuws geven? Podiumplaats. Cijfelen op nummer 1. Op de tweede plaats staan nog steeds Tommy, Tira en Ricky. En op de derde plaats met 3 keer sta jij. Gefeliciteerd. Is niet slecht? Nee, is niet slecht. Enthousiasme af en toe van jullie, het is echt ongelooflijk. Ik weet ook niet eens meer waar die bal ligt. Ik zeg, jammer dan. Bal, hup. Verf en neer. ADO heeft een heftige periode achter de rug. We hebben gelijk gespeeld tegen Heerenveen, maar gewonnen van Groningen. Hoe kijken onze jongens hier eigenlijk op terug? Kijk mee! Ja, doodzonde echt. In de laatste seconde valt die binnen en ja, ik ben er ziek van. Je wil 3 punten, die heb je ook nodig in de situatie waarin je zit. En, dus daar was ook deze wedstrijd volledig op gefocust. Ondanks dat we veel mensen misten, op het laatst Cijfelo ook nog, was het wel de intentie om... we wisten waar we Heerenveen pijn konden doen en ik denk dat dat ook gelukt is. Dan is het alleen zuur dat je in blessuretijd een doelpunt tegenkrijgt. Op zich dat we... Het juist na die ene voorsprong op zich wel redelijk deden. We gaven niks weg. Alleen ja, hij valt 1 keer verkeerd. En in dat opzicht weet ik niet of wij ons wat kunnen verwijten. En dan van Den Haag naar Groningen. Hier werd de volle winst binnengehaald. Het gaat niet altijd om de schoonheidsprijs. En, soms worden er andere dingen gevraagd, zeker bij Groningen uit. En ik denk dat we nog steeds een ploeg hebben die heel behoorlijk kan voetballen. Maar die vandaag ook heeft laten zien dat als de oplossing soms voetballend heel moeilijk was. Omdat Groningen uit is gewoon een hele lastige wedstrijd. Dan worden er andere dingen gevraagd en dat hebben we vandaag laten zien.
Kijk, iets minder aanvallend. Je zet een blok neer op het middenveld met Van Haren en met Bakker en Malone die in de controle kunnen spelen. Maar die ook het vermogen hebben om eroverheen te gaan. En dat wilde ik. Ik wilde ruimtes aan de zijkant laten. Ik wilde een vrije rol voor Gert. En ik wilde Van Duinen heel kort onder Kramer hebben. En niet de Van Duinen die constant achter zijn bek aan moet lopen. En dat was het plan wat ik vandaag, of wat ik bedacht had vrijdagavond. En dat is goed gegaan. En nogmaals, ja, we hebben een ploeg waar we nu steeds meer mogelijkheden mee hebben. En volgende week kun je wel weer voor andere opties kiezen. We zijn bezig met onze kerstactie Donate a Gift. We zamelen voor 10.000 regiogenoten die niet makkelijk hebben cadeaus in, zodat iedereen natuurlijk een cadeau krijgt met kerst. ADO Den Haag doet al voor de derde keer dit jaar mee. Maurice Stijn, de trainer van ADO, is natuurlijk bereid om mee te werken. En ik verwacht hem elk moment hier zo op het parkeerterrein van TV West. Daar komt hij. Lijkt net de kerstman die ik sta op te wachten. Goedemiddag. Hey, dat zijn een hoop dozen wat ik nu al zie. Ja, goed, voor Donate a Gift. Dus vanmorgen hebben ze, terwijl we aan het trainen, heeft Nathalie heel mijn auto ingepakt met van alles en nog wat. Dus bij deze. Hey, en waarom doe je mee aan Donate a Gift? Ja, ik vind dat wel een hele goede actie. Ik vind sowieso alle goede doelen moeten we steunen. Maar wij zijn altijd heel goed in heel veel geld naar het buitenland geven. En dat is ook onwijs belangrijk. Maar ik denk dat we in eigen land ook heel veel mensen hebben die het heel hard nodig hebben. Dus daarom steun ik met name deze actie. Ja, is het niet schrijnend dat er gewoon zo'n 10.000 regiogenoten zijn die het helemaal niet makkelijk hebben? En dat in een land als Nederland? Nou ja, daar ga je snel aan voorbij. Dat je heel vaak over de grenzen wil kijken, dat het daar natuurlijk heel veel armoede is. Maar heel dichtbij is het ook heel slecht gesteld met heel veel mensen. Dus ja, als je daar zeker in je eigen regio je steentje aan kan bijdragen, dan dat hebben we vorig jaar ook gedaan en nu weer. Nou, laten we dan maar de cadeaus mee gaan nemen. Oh, dit zijn wel hele gave cadeaus. Ja, echt ADO-tassen. Ja, allemaal ADO-tassen. 60 ADO-tassen hebben we en volgens mij zonnebrillen. En allemaal van die muntjes hebben we voor die winkelwagentjes die je ook vaak kwijt bent. Volgend jaar kunnen we weer op jullie rekenen, of niet? Ja, zeker. Absoluut. Anton. Ja. Tas van Tommy Beugelsdijk. Vito Wormgoor. Keeperstas, overduidelijk. Gino Coutinho. Nou, Danny Holla heeft ook meegedaan. Danny Bakker. Ah, dit is de tas van Henk Vreese. En een hoop spelers die mee hebben gedaan. Mike van Duinen mag natuurlijk ook niet uitblijven. Prachtig. En natuurlijk alle andere spelers hebben daar ook nog tassen gedoneerd. Nadat we al die ADO-procentjes kregen voor op de stapel, ging Maurice Stijn mee presenteren bij Justin en Isabel. Toen hij klaar was, stond te tellen al maar liefst op 7.675 cadeaus. Als je naar de grote ADO-show nu kijkt, dan is de actie al voorbij. We hebben de hele week voor Donate a Gift cadeaus ingezameld voor zo'n 10.000 regiogenoten die het dus niet makkelijk hebben. Ik wil ADO Den Haag in ieder geval bedanken voor hun mooie cadeaus. Maar natuurlijk ook iedereen die de moeite heeft genomen om naar de studio te komen, naar het atrium of naar een van de andere inleverpunten. Geweldig. Dank jullie wel. Ik zou het ook te gek vinden om een van mijn grote voetbalhelden te ontmoeten, zoals bijvoorbeeld Cruijff of Gullit. Een enthousiaste Van Basten-fan is het gelukt. Hij mocht zijn idool ontmoeten. En wij waren er natuurlijk bij. Seratse Habibal is vrijwilliger bij ADO Den Haag. Hij was aanwezig bij het duel tegen Heerenveen. En daar kwam zijn grote idool het veld oplopen, speciaal voor hem. Seratje, hier op het ADO-veld en net met Marco van Basten kennis gemaakt. Dit moet een mooi moment zijn. Het is een ongelooflijk moment, man. Ik weet niet, maar ik voel dat mijn hart wil gewoon springen naar buiten. Het is een ongelooflijk goede kans en ook iets verrassing. Ik weet niet, weet je. Dus ik ben net gehoord dat. En ja, ik bedank meneer Wout Jonker. Hij heeft dat kans voor mij geregeld. We weten, je hebt vroeger gevoetbald in Soedan. Vertel even wat over jezelf. Ja, ik heb gevoetbald in Soedan. Ik heb ook onder 17, een nationaal elftal voor ons. En ik ben om 98 hier naar Nederland gekomen. En ik heb lang gewacht gewoon om kans
om nog een keer dichter bij de voetballer te zijn. En dit kans ik heb ik via meneer Valtjonker gekregen. Nou betrokken bij ADO Den Haag. Wat doe je allemaal voor ADO Den Haag? Ja, ik doe nu 3 vrijwilligers voor ADO Den Haag. 3 of 4 dagen per week. Serhat is een van de vrijwilligers die allerlei werkzaamheden doet. Ik heb een 4e vluchtelingenorganisatie. Die vroeg aan mij of ze mensen konden inzetten. Nou, dat kon ik. En inmiddels heeft hij 3 jobs bij ADO op het Zuiderpark. En ook hier bij het stadion zet ik hem regelmatig in. En het is zo'n fijne jongen. En Van Basten is zijn idool. Dus ik denk, nou, dat doe ik gewoon. En even terug naar jouw jeugdheld Marco van Basten. Voordat je in Nederland kwam, kende je Marco van Basten dus ook al. Was hij een van de grote voetballers in jouw jeugd? Ik kan niet vergeten die doel op de finale in 88. Het is ongelooflijk. Tot nu toe is dat top doelpunt. Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Welkom, fijn dat u weer kijkt natuurlijk naar het afscheid van het Zuiderpark. En dat doen we vandaag met iemand die bijna 200 wedstrijden, 198 om precies te zijn, voor Den Haag heeft gespeeld. 10 jaar onder contract heb gestaan bij Den Haag. En hij heeft nog steeds een mat. Nou, dan weet u het wel, hè, wie dat is. Michel Adam. We staan op het veld. En daar was Midden-Noord. Nou, je vertelde al, daar is weinig meer van over. Heel weinig. Hè? Heel weinig. Wat deed je het als voetballer als je hier kwam? Want je hebt eerst 2 jaar MVV toch gespeeld? Nee, dat denkt iedereen. Dat is Marcel Adam geweest. Maar dat staat wel bij Wikipedia. Ja, maar dat klopt niet. Want je bent altijd bij Den Haag speler geweest. Ja, ik kom er wel richting Rode JC. Heb ik wel een keer wezen praten. En ik kom naar Wigan Athletics. Ja. Ja, is ook niet verkeerd, was dat natuurlijk. Is ook niet verkeerd, maar dit was toch wel mijn club. Dit. Ja. Kijk hem gaan, noem zijn naam. Hij is de Adam. Geef hem niks, want hij is de bad boy in town. Laat die niggas zien, hij heeft het niet verdiend. Hij is de bad boy, bad boy, bad boy. Maar is het voetbal ook veranderd dan de tijd dat jij speelde? Het voetbal is in zoveel in mate veranderd. Je mag niet veel meer natuurlijk. Kijk, in mijn tijd mocht je nog wel vrij veel. We mogen zeggen dat jij een stevige verdediger was? Ik was een stevige verdediger, ja. Als ze er langs waren, dat kon nooit, hè? Nee, ik wilde wel eens een schopje uitdelen. Weet je nog alles te vinden? Is mogelijk, hè? Zo groot is die niet, hè? Oké. Oh, dit is het washok. Dus waar is hem in Zandam? Als je zo kijkt, gaat het toch weer kriebelen uit die tijd. Luister maar, wat hoe oud ben je nou? Ik ben 45. Oh, je bent nog een jonkie vergeleken bij mij. Ik ben nog een jonkie. Wanneer ben je gestopt met voetballen? Ik moest noodgedwongen stoppen in 1988. 87 is, die staat Martin Jong erbij. Ja. Dus dit is wel een van de oude foto's waar ik, dit was net toen mijn carrière begon. Hier was ik een jaar of 17, denk ik. Wat er met deze foto is gebeurd? Ja, dat is ons kerstboomsysteem, hè, met Co. Ja. Dat was de kerstboom. Ja, dat werkte wel. Op een gegeven moment ging iedereen zich eigenlijk op instellen. Dan werkt het niet meer. Maar in het begin. Maar het is ook, ik zou zeggen, de beste trainer die ik gehad heb. Hij was echt disciplinair. Ja. Als je in de kleedkamer en je telefoon ging af, was het 50 gulden boete. Ja. Kwam je een minuut te laat, was 250 gulden boete. Ja. Dus je had echt zijn discipline. Ja, dat mag. Daar word je voor betaald. Ja, ik zat altijd... Waar zat jij? Ik zat altijd hier. Oké. Waar dan Ninos zit. En dit was eigenlijk, als wij hier wedstrijden speelden... Ninos. Ninos zat hier, zaten wij. Dat was onze thuis, onze kleedkamer. En hiernaast, wat nou doorgebroken is, zat de tegenpartij. Ze hebben nu, ze hebben alles doorgebroken. Maar ja, dat maakt niet uit. Dat is toch weg. Zat je wel eens achter die deur? Daar heb ik ook nog wel. Daar stak ik nog wel eens een sigaretje op. Ja. Achter die deur. Stonden ze stiekem een sigaretje te roken. Ja. Vroeger was het anders, hè. Nu mag er in een heel stadion niet gerookt worden. En terecht natuurlijk.
Ik heb een mooie tijd meegemaakt en dat is het leven. Hè. Zo heb je alles en zo heb je ineens wat minder. Ja. Als voetballer toen de tijd, werden er ook al redelijke salarissen op tafel. Kon je er goed van leven? Ik kon goed leven van mijn salaris. Ik verdiende, mag gerust weten, ik verdiende toen de tijd. Ik was semi-prof, verdiende ik 4500 gulden. Ja. En per maand? Per maand. Was dat bruto? Of ja, was bruto, maar buiten mijn premies. Ja. En ik werkte nog voltijd bij de PTT. Dus. Maar dat was in de tijd dat je een volle kar boodschappen haalde voor 100 gulden. Zeker weten. Dat was lager dan salaris, veel minder dan wat ze nu hebben. Ja. Maar ja, dat is alles veranderd. En daar moet je ook niet naar terugkijken. Dat heb ook geen nut om terug te kijken. Heb je uit je voetbalcarrière heb je geld weg kunnen leggen? Ik heb er heel veel van geleefd. Ja, ja. Zo was ik ook al. Ik heb ook altijd goed wegleggen, joh. Ik zeg altijd, mijn kinderen zijn goed gedekt. En voor de rest, ik maak alles op. Ja. Leven is heel kort. Yo! Nou, gezellig. Ik ben blij dat u weer allemaal hebt gekeken. Dit was Michel Adam. Ook weer een icoon van mij natuurlijk. Wie gaan we volgende week doen? Ja, dan moet u weer kijken. Laters. Dit was de Grote ADO-show van deze week. Dit weekend kan je genieten van een stukje nostalgie over ADO. Zondag vanaf 6 uur zenden wij uit Wij Waren de Gekste. Het gaat over de geschiedenis van het Haagse Zuiderpark. Zeker weten kijken. Volgende week zijn wij er weer. Ik zie je dan. Ciao. Supporters van ADO, ze kunnen weergaloos zijn, want op het moment dat het draait en loopt bij de club, ja, dan staat het kippenveld tot in je onderbroek. Want dan houden ze van die club en dan zijn ze helemaal groen-geel uitgedost. Maar op het moment dat het even wat minder gaat, ja, dan breken ze de club ook net zo makkelijk af. En dat is dus ook Haags. Qua sfeer en zo is het natuurlijk altijd gigantisch geweest. Maar ja, af en toe liep het wel eens een beetje uit de hand en dat was dan voor de club weer minder natuurlijk. Maar de sfeer was natuurlijk uniek in dit stadion. Ik was wel met de club getrouwd, ja. Nu met mijn vrouw. Maar ik was met, nou ja... In zoverre, ja, deze club die zat helemaal in je hart, weet je, dit was je leven, zeg maar. Kijk, het is nu iets minder geworden, omdat je hebt je gezin, je hebt je werk, noem het maar op. Neem niet weg dat ik er nog altijd bij ben als ze thuis spelen. Uitwedstrijden niet meer, dat heeft met het financiële kant ook te maken. Maar ja, ik was hier dag en nacht met deze club. Deze club, mensen zeggen wel eens, het was een deel van je leven, maar deze club was mijn leven.